Arie Dubbeldam is geboren in 1931 te Barendrecht. Na een technische opleiding begint hij met zijn broer een zaak in ijzerwaren en gereedschappen in een schuur van kolenhandelaar Bergman. Die zaak floreert en er komt een winkel in de Dorpsstraat. En daarna een grote doe-het-zelfzaak aan het onderlangs. Als tegenhanger voor zijn drukke werk ontspant hij zich met tekenen en schilderen. Na het volgen van een cursus aan de Volksuniversiteit wordt hij lid van de Rotterdamse Schilder- en Tekenclub. Hij maakt inmiddels aquarellen, experimenteert met acrylverf, gebruikt potlood, pen en pastelkrijt, maar uiteindelijk blijkt olieverf zijn grote liefde. Hij is enorm productief en aan ideeën voor onderwerpen ontbreekt het hem niet. Er ontstaan honderden stillevens, portretten, landschappen en steeds meer abstracte werken in sprekende kleuren. In 1981 richt hij in zijn eigen zaak, het Dubbeldam Technisch Warenhuis aan het onderlangs, een eerste expositie in met zijn eigen werk. En met succes. Het werd de start van tientallen exposities in de regio en daarbuiten, waardoor honderden werken worden verkocht. In zijn atelier aan de Epweg staat een lange rij met ordners met de foto's van zijn verkochte werk. Maar door zijn enorme productiviteit zijn er ook nog veel onverkochte werken. Een mooie plek om hem te bezoeken en een indruk te krijgen van de schilder en zijn werk. Dag Arie. Goeiedag. Ik zie dat jij een website hebt met jouw schilderijen. En krijg je daar nog steeds reacties op? Jawel. Ja. En wat voor soort? Op de website, daar komen er nog niet zoveel meer op, maar dat is in het verleden wel geweest. Ja, ja. Ja. Je hebt ontzettend veel schilderijen gemaakt en tekeningen. Als ik hier zo rondkijk, staat het hier nog vol. Maar je hebt natuurlijk ook het een en ander verkocht. Ik heb er vele honderden verkocht. Honderden verkocht, ja. Nou, bij die hoeveelheid kun je je dan nog voorstellen wat je dus als eerste tekeningen eigenlijk ja, min of meer professioneel gemaakt hebt of bij je opleiding? Waar ik mee begonnen ben. Ik heb wel een boek waar er dus in staan, ja. Ja, waar je voorbeelden van kan laten zien. Ja. Nou. Die zit hier niet in, denk ik. Nee. Maar kun je dat boek wel laten zien? Kun je dat boek laten zien? Ja. Er staan nog allemaal tekeningetjes in. Dat is op Develsluis. Dat is weer verder weg. Dat is in Denemarken. Dat was de boerderij van Jaap van der Vorm. Die lag... niet zo ver van ons huis. Daar heb ik er twee van gemaakt. En één is ze verkocht. Hij heeft gekozen uit de twee. En de andere die was van een iets meer andere hoek gezien. Maar de boerderij, daar zo dus allemaal weg. Waar stond die boerderij? Als je de oude tramlijn. Ja. En dan iets verder. Aan de Voordijk. Aan de Voordijk. Ja, ja. Ik kan me nog herinneren, er was dus ook een groenteboer, toch? Hij was ook zo. Ja. Later was hij groenteboer. Ja. Dat is dus een aquarel met het zicht vanaf de Talmenweg naar het dorp. En gebroeders van Lien, die zaten vroeger aan de Talmenweg. Maar die zijn ook 1983, of misschien iets eerder, zijn die naar Dierenstein gegaan. En toen heb ik een aquarel aan ze aangeboden met dit tafereel daarop. Dat was het huisje van Quippies aan de Talmenweg, van Weduwe Hagedoorn, de Groenteboer. En de watertoren, het torentje van het Groene Kruisgebouw, de Dorpskerk. En dat was... heb ik ze aangeboden en toen wij in 1985 onze zaak
een dierenstein opende, kreeg ik van hen twee van mijn eigen aquarel afdrukken. Eén in zilverkleur en één in goudkleur. Juist, vandaar. Dat was toen in 1991 de dierensteinweg net klaar was. En toen was er dus de Nanslaan, die was er nog helemaal niet. Dit is het huis van Andriessen, de loodgieter. Hier woonde Karel van der Waarde. Daar, dat weet ik niet precies wie, daar woonde Jan de Bruin. Vroeger heeft zijn vader daar gewoond, de Riedekker. En dat is het huis van Amstel. Dat was een architect. En dat heeft mijn vader gebouwd in de tijd. Ja. Maar die is naar Pretoria in Afrika gegaan. En dit is dus, als je die lage huizen wegdenkt, dan ligt daar dus nu de dierensteinweg. Nee, de Dunantlaan. Dunantlaan. Dunantjan, ja. Ja, ja. Dit is het. Ja. Hier was natuurlijk die rotonde. Ja. Die hebben ze inmiddels ook weggehaald. Ik ben in 1980 ongeveer naar de Volksuniversiteit gegaan in de Westzeedijk. Daar heb ik een paar seizoenen gezeten. En daarna ben ik naar de Rotterdamse Schilder- en Tekenclub gegaan. Daar heb ik 1 jaar of 12 gezeten. En toen hebben we opgericht de Chabotgroep. En dat is in IJsselmonde bij de Adriaan Janskerk. En die bestaat nog steeds. En daar hebben we dus de zolder ter beschikking. En daar hebben we altijd modeltekenen gedaan. Woensdagavond was de modeltekenavond. Dat is allemaal werk van één avond. Je hebt ook aardig wat landschappen geschilderd. Kun je daar ook wat over vertellen? Dat is een landschap in Engeland. En dat, in de verte zie je nog. Maar dat is een stuk natuur. Met op de verte, dat is een berg met waaihuizen. En dan kom ik bij dat schilderij. Dat is een schilderij, ook in Noorwegen, op het eind van het Zetersdal. En dat is in Tsjechië. Zijn we met de burgemeester van Launi zijn we naar een ondergrondse grotten geweest. En die boven was dus dit. Dat heb ik van een foto gemaakt. En dat is in Denemarken, in Jutland, waar de visserschepen, die worden daar uit het water gehaald. Die gaan tegen een helling en dan worden ze op een rij naast elkaar weggezet. Je hebt dat ter plekke geschilderd of heb je er eerst een foto van gemaakt? Nee, ik heb er met foto's gewerkt. Ik kan niet altijd overal gaan zitten. Nee, dat is waar. Als ik ga zitten, dan zegt mevrouw, ja, wanneer gaan we nou weer? Ja, ja. Ik zie dat je ook abstract werk maakte. Ja. Heel veel zelfs, dacht ik. En daar nog een? Ja, dat deed ik graag. Uit het niets beginnen en dan met kleuren, met lijnen, met vlakken, de boel invullen. Heb je van tevoren dan nog een idee? Nee, wat? Heb ik van tevoren geen idee. Nee, geen idee. Ik zie het groeien onder mijn handen.